betalen buizen. Polen apporteren niet graag iets wat heel hard is. Bij onze stil is dat wel belangrijk, want wapens, breekijzers, schroevendraaiers zijn nog altijd niet uit zacht materiaal gemaakt. Dus dat maakt dat we ook dan moeten aanleren om harde materialen te zoeken en te brengen. Bijkomende moeilijkheid hier nu is dat er heel veel honden al gelopen hebben, geplast, hun ding gedaan. Okay. En dat is ook een afleiding voor ons honden natuurlijk, zijn het blijven dieren. Als je een hond geplast heeft, zal de hond veel meer interesse hebben naar de plas als naar het voorwerp wat hij moet gaan zoeken. Maar dat is dan een geleidelijk om dat te anticiperen. Dat is het mooie aan ons werk. De hondengeleider, dus de politieman en de hond, vormt een team. En ze moeten elkaar aanvullen. En de geleider moet dan ook zien wanneer zijn hond in de fout gaat om hem bij te sturen. Dus het is echt een samenspel van de twee. Zoals u nu kunt zien, had de hond interesse aan een klasplaats. Oké, de drie voorwerpen lijkt heel simpel, maar is niet zo. Zeker niet wanneer de voorwerpen al een tijd liggen. Want dan